Lamela, Eriksen, Dembele, Eli, Roos, Vertonghen, Alderweireld, Aurier en Loris. Dan de transfertargets. Hier. Ik ga eerst proberen voor een centrale verdediger. En Felipe proberen. €17 miljoen. €25 miljoen. €22 miljoen. Meer niet. €22,5 miljoen. Nee, €23,5 miljoen. Goed. Dan Rakitski verwijderen. Adriano hebben we, Mahrez, Corona, Fred, Pissi, Opstadkoep, Tyson en Bernard. De volgende die ik ga proberen is Corona. Een speler met veel potentie. €20 miljoen. Oké, mislukt. Dan gaan we voor Mahrez. En we gaan een bedrag van €32 miljoen. Ze willen €52 miljoen. €40 miljoen? Nog altijd €42 miljoen. €44 miljoen. Okay. Het is uitgesteld, het bod voor Mahrez. Dan gaan we. Ik heb ook nog een middenvelder nodig. Ten Fred, Stenkiek, te agressief. Die mag ooit niet meer voor het Braziliaanse elftal spelen, omdat hij boos geworden is op de bondscoach. Otsatpoep of Pizzi. We gaan voor. Ik ga nog even wachten, omdat ik eerst de rating van Otsatkoep wil weten. Dan gaan we doorspoelen even. Tegen Bayern München. 1-0. Ja, en bod van Riyad Mahrez aanvaard. Transferscherm en dit zijn de eerste die we gaan proberen. Eerst Mahrez. Dan 4 jaar. €78 miljoen, dan gaan we er €90 miljoen van maken. Oké, dat is goed. Dan 90.000. Een belediging, alles mislukt. Dan gaan we voor Felipe.
Rotatie is wel belangrijk. 4 jaar. $2 miljoen per week. 40.000. Heb je het thuis voor het groep? En Felipe is bij de club. Nee. Falcao. Ik ga Falcao proberen. Dat ik nog een tweede speech nodig heb. $30 miljoen. Okay. 38 miljoen voor Falcao. Onderhandelen nog met Falcao. Dan 80.000 per week. Allemaal goed. En de tweede speler is binnen. Felipe en Falcao. Dan gaan we het tweede team maken. Een Kutu. Ja. Ik ga hier met twee spitsen. Nee. Ik ga in een 4-2-2 spelen. Met Falcao en Llorente in de spits. Sissoko. Een Kutu. Onyama en Dyer, Davies, Trippier, Felipe en Sanchez en Vorm in Tool. We gaan simuleren. Allemaal de scouts maken. Bernard gaan we niet doen. En dan dit zijn de 4 spelers. En we gaan voor Otsakoop. We gaan een speler wisselen. Lamela. Nee.
van 20 miljoen. Is goed. En dan nog voor een linksachter. Voor Adriano, ex-Barcelona speler. 7 miljoen. Is goed. Dan gaan we eerst Adriano proberen. Rotatie. Drie jaar. Een salaris van 60.000 per week. Weet hij zo goed. Dan hebben we nog deze 3K. Maris, kijk, niet doen. Van zijn titel 2 die ik nog ga doen. We hebben al Felipe, Falcao en Adriano. En nog spelers op de transferlijst. Zijn Dyer. Nee, Dyer niet. Royce. En Lamela. Ik ga Royce uit de basis halen voor Adriano. Dan is dit het eerste team. En dit het tweede. Tegen Juventus. Spelen we 0-2 gewonnen. Dan gaan we nog. Corona nu nog. Gaan we proberen te ruilen voor Lamela. Hier. Ze willen een speed. Maar ik ga hier geen van weg doen. Dus bedrag van 24 miljoen is veel te weinig. 30 miljoen. 38 miljoen. 35. Meer biedt het niet. En is goed. En van Corona en Otsakoop. Ik ga eerst door Corona. Belangrijk. Vier. Dat is allemaal goed. Mensen, ik ga nog één speler kopen. Een speler die goed bij de selectie gaat passen. Daar ben ik al zeker van. Nelom. Een speler met veel kwaliteiten.
De belangrijkste speler van Feyenoord. Benadrukt om te kopen. Voor 3 miljoen. En zal kort meer. Dan delegeren. Hoeveel verdient hij? Weten we niet. Gaan we gewoon onderhandelen. En we gaan cruciaal. Wilt reservespeler. Nelom wil niet in de basis staan. Dat is allemaal goed en Nelom bijt het club. Nelom. Nelom gaat op de bank. Waar is Nelom? Ah, hier. En hier gaat corona in de basis en Nelom op.